Goedenavond en welkom bij dit It's Showtime Gala in Barneveld. Vanavond een wereldtitelgevecht tussen Sam Braan en Dimitri Shakuta. Verder ook onder andere Rico Verhoeven. Hij neemt het op tegen Jantje Siersema. Maar eerst maken we ons op voor William Diender tegen Murat Direksi. Fighting out of the blue corner, representing the Netherlands. Please welcome William the Machine Diender. Dit is William Diender, de machine. Zo is zijn Engelse bijnaam. En degene die hem wel eens hebben zien vechten weten, deze man gaat door tot het bittere einde. Vandaar die bijnaam. Rashid Belani, Gago Drago en Shahid Ulat Elhadj aan de zegenkar van William Diender, die met een lieflijk Portugese fado opkomt. Maar dat wordt zo echt anders in de ring. His opponent will fight out of the red corner, representing Turkey and current Showtime World Champion. Please welcome Murat Direksi. In deze gewichtsklasse de It's Showtime wereldkampioen, Murat Direksi. Maar die titel staat hier vandaag tegen William Diender niet op het spel. Wel is duidelijk dat je bijna niet kan winnen van Murat Direksi. No rules, no backfist, no spinning backfist, no elbows. No cleansing in the lower back. Als de mijne man breed is, stop je al, oké? Dan wees je goed vet, shake hands en stop. Ja, voor alle duidelijkheid, de titel staat vanavond natuurlijk niet op het spel. Het is een gevecht over drie ronden van drie minuten, moeilijk. Ja. Maar de titel wordt niet ingezet. Round one. Murat die een ontzettend zwaar programma voor de boeg heeft. Hij heeft dit jaar nog Petrosyan, Kishenko, heeft allemaal zware jongens nog te gaan. Kishenko in de arena op 29 mei. Ja. En waarschijnlijk vecht hij in Milaan nog tegen de dokter Petrosyan. Oei, oei, oei. Dus dat is eigenlijk de absolute wereldtop waartegen hij nog moet staan. Ja, de wereldtop hoort hij zelf ook toe. Als je de kampioen bent, dan moet je er tegen vechten ook. Ik voorspel dat Diender op een knie gaat lopen van Murat. Als hij zo gaat staan, haalt hij hem gelijk open. Dat weet ik zeker. Hij haalt gelijk een paar littekens in zijn gezicht. Als hij gewoon zo dicht gaat staan wachten. Murat heeft hele gevaarlijke knieën. En dan kan je niet tegen dicht staan en wachten. Dan ga je echt een wond oplopen. Sterker nog, hij heeft al een wond in zijn gezicht. Ja, we gaan al. Ja. We gaan al. Diender bloed. Daar komt hij terug. Deelt ook uit, zeg. Oei, 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 oei. Maar hoe Diender staat, kan je niet gaan staan tegen... Ach man, je zegt het niet of het is al gebeurd, Edwin van Os. Ja, je kan zo niet gaan staan tegen Murat. Ik heb Murat zelf ook vaak gekozen in Japan, overal. Ik weet wat zijn kwaliteiten zijn. Hij heeft levensgevaarlijke knieën. Je kan niet stil gaan staan. Je moet blijven bewegen. Je rug uit de touwen draaien. Doe je dat niet, haalt hij je open. En hier zie je het resultaat. Het gebeurde in Lommel, wel om de wereldtitel tegen Shahid Ulat Elhadj. Ja, een waarschuwing voor Murat over een kopstoot. Maar dit was absoluut geen kopstoot. Dit nog was eens kijken, Ed. Ja, dit is gewoon die key. Hij mag niet zo stil gaan staan wachten. Hij moet wegdraaien. Ja, hij zegt het zelf al. Ik heb je opengekniet. Dus Murat Direksi heeft opnieuw gewoon het gelijk aan zijn zijde. Net als een tijd geleden in Lommel. Maar doet hij het weer, krijgt hij hem weer en op een andere plek. Ja. Hij kan zo niet vechten. Hij moet het midden van de ring houden tegen Murat. Daar. Maar het is wel een wake-up call voor William Diender, want hij moet echt knokken nu. Ja. Het is menens. De toon is gezet in dit gevecht. Maar of het gestelpte snee boven zijn oog, of die het houdt, is zwaar de vraag. Want het gutst er af en toe uit. Ja. Ja, of het bij die ene, overlopen, of het bij die ene snee blijft, dat is de vraag. Want de vechtstijl van Diender is gewoon niet geschikt om tegen Direksi te vechten. Hij staat te veel stil. Natuurlijk kan hij winnen. Hij kan hem opvangen met een stoot. Want Diender heeft een hele harde stoot.
Moet hij in de verdediging en zit hij in het nauw. En komt hij er mooi uit. Ja, tuurlijk. Schitterend. Oh, mooie rechtse. Diender, de machine, laat zien. Uit welke kickbox houdt hij gesneden is hier? Hij moet wel met zijn rug uit de touwen. Ja. Diender moet daar weg. Diender moet daar weg. Die knieën gaan doorkomen. Maar dit was toch even de wake-up call voor Murat Direkci. Ja, absoluut. Die heel relaxed aan het gevecht begon. Een beetje stond te lachen met de toeschouwers. Maar van lachen is geen sprake meer. Kijk ja, maar. Ja, hij moet aan de bak nu. En Diender zwaar gehavend aan het gezicht. Zwaar gehavend. Ja, veel risico's legt hij in zijn gevecht. En dit is leuk om te zien hoor. Dit is waar de mensen voor komen. Echt twee knokkers. Dit is... Blijf bewegen. Diender weer in de touwen met nog 15 seconden te gaan. En komt hij er weer uit. Directie nu tegen de touwen. Ja, die zat erop. Die, was, die was raak. Ja, die was echt raak. Maar hij bijt zich er goed doorheen. Zo, ja. En wat een gevecht. En wat worden we verwend vanavond hier in Barneveld. Bloed aan de touwen. En zelfs Murat zit eronder, maar het is niet van hemzelf. Nee, het is het bloed van deze man die open ligt, maar nog rechtop staat en niet van plan is om het op te geven. Nee, maar het is ook een beetje wat Diender nodig heeft. Hij moet gewoon eventjes, het klinkt hard, hij moest even wakker geschud. En nu weet hij dat het menens is. Ja. En nu gaan we vuurwerk zien. Nu gaan we de William Diender zien zoals we hem kennen. Als een knokker. Want en die opstoot... Ja. Deed hij al in de eerste ronde, maar was dus inderdaad een knie voor nodig van Murat Direkci. Die de ronde in zijn tas leek te hebben, maar aan het eind dit ineens meemaakt. Zeg. Ja, wow. Maar geen kristallen kin, zo veel is duidelijk voor Murat Direkci.